A raw day in the life. Goedemorgen, welkom bij een day in our life, oftewel een dag in ons leven. Ik ga proberen de hele dag af en toe wat te vloggen. Het is 9 uur en hij heeft net zijn papfles op. Ik ben een beetje aan het opruimen. Ik heb mijn stroom overgezet van dag en nacht naar gewoon 1 tarief. Dus dan hoef ik niet meer per se alles 's nachts te draaien. Want het bleek dat ik in het dagtarief alsnog meer stroom verbruikte dan in het nachttarief. Dus dan heeft het geen zin om een nachttarief te doen. En dan ben je zelfs goedkoper uit als je het gewoon 1 tarief maakt. Dus ik ga nu de vaatwasser aanzetten. Ik heb trouwens gisteravond nog even mijn eigen haar weer geknipt. Dat deed ik voorheen altijd. Dat houdt in eigenlijk dat ik de lagen zelf knip, zeg maar. Het lijkt nu een beetje raar, want ik moet het nog wassen. Maar daardoor heb ik weer iets kortere lagen ertussen zitten. Waardoor het hopelijk straks even wat anders valt. Want ik vond het zo raar zo vallen. Zo. En dat vind ik dus niet mooi. En de achterkant heb ik iets meer gedaan. De achterkant vond ik helemaal, als ik dat terug zag op film... Oh, wat oudbollig. Vind ik echt vreselijk. En die bril is al een beetje oudbollig. En dan met dat kapsel erbij. Oh, ik vond het heel erg. Toen ik het lang had, deed ik dat eigenlijk altijd. Omdat ik het nu vrij kort nog heb. En omdat het een soort van boblijn is. Ja, durfde ik het eerder nog niet aan. Goed zo. Heel goed. Goed zo. Een van de eerste dingen die ik dus momenteel doe, is mijn plantjes spuiten. Waarschijnlijk pas vanavond of zo kan douchen, want dat doe ik liever niet als hij wakker is. Heb ik nu wel vast mijn haar gewassen. Gewoon crème. Maar meestal gebruik ik kokosolie of arganolie of vitamine E-olie heb ik ook. Als ik het idee heb dat het er goed in zit, dan ga ik verder. Later. Just kidding. Oh Kai, wat ben je aan het doen hier? Kijk, ik kom binnen en wat staat hier op de grond? Dat mag niet, Kai. Dat doen we niet.
Oké. Nou, ik heb dus even wat meer opgemaakt. Mijn haar is een beetje ellende. Het is toch wel even heel anders als het korter is. En je gaat het dan dus zelf knippen. Dat is toch wel een beetje een verschil met wanneer het lang is, zeg maar. Maar goed, er zitten in ieder geval een beetje lagen in. En ik heb het nu natuurlijk ook nog niet gedaan. Ik heb het net gewassen en het begint een beetje te drogen nu. Ik vind wel het model iets beter. Het moet gewoon even groeien, jongens. Het moet groeien. Nou, kijk. Hier staat ook alles open en scheef. En dat is dus het nadeel als ik even tijd voor mezelf pak om dus inderdaad even op te maken of zo. Ik heb gewoon een ADHD'er. En ja, als ik denk, nou, ik pak even wat tijd voor mezelf. Dat gaat gewoon niet, want dan wordt mijn hele huis geruineerd. Ik denk dat die het van mij heeft, de ADHD. Volgens mij was ik een heel rustig kindje. Maar ik heb wel degelijk dus ADHD. Alleen bij mij zit het meer gewoon in mijn hoofd, zeg maar. Veel nadenken, van alles door je hoofd gaan. En ik moet echt even gaan groeien. Ik ben er klaar mee. In ieder geval, het is ruim 10:30. Dus nou, drinken had hij. Maar ik ga even kijken of ik iets van fruit nog voor hem kan pakken. Je ziet er helemaal verwilderd uit. Je haar zit alle kanten op. Kijk. Oh, zijn haar is zo lang. Dat is echt niet normaal. Dat kun je niet zien nu. Maar ik kan gewoon een staartje bij hem indoen. Ja, die is kapot. Ja, is een kapotte sok. Ik moet vandaag naar de winkel, want de bananen die zijn helemaal bruin. Oh. Nou, dan komt hij daar weer mee aan. Dit is dus a raw day in the life. Ik heb druifjes, mandarijntjes. En kiwi, maar de kiwi is nog hard, kwamen we gisteren achter. Nog steeds, na bijna een week. We hebben er altijd een paar uit. Maar ik weet niet, sommige ladingen kiwis zijn gewoon keihard en hartstikke zuur. Zullen we een mandarijntje doen? We doen een mandarijntje. Gaan we gelijk even een paar uithalen. Anders zijn ze ook weer zo koud. Auw, kijk. De deur wordt gewoon dichtgegooid met mijn armen tussen. Zogenaamd mandarijntjes zonder pitten moeten zijn en dat er altijd wel weer stukjes met pitten tussen zitten. Ik zit even te denken waar ik mijn bril heb neergelegd. Ik weet dat ik hem nog schoon moest maken, maar ik weet niet waar ik hem neer heb gelegd. Hier, zet ik het op de bank voor jou. Wil je even baby tv? Wil je baby tv? Ja? Nee, moet je wel even je mandarijntje eten. We hebben de hele ochtend al radio op de tv aan. En hij mag altijd even van mijn baby tv kijken. Niet te lang, want het is verslavend voor hem, ben ik achter. Ik vind het heel snel met deze bril, dat vind ik wel een nadeel. Hij heeft grote glazen, maar dat zie je bijna niet, omdat er geen montuur op zit. Ik vind hem heel snel oudbollig bij mij. Ik had dus echt expliciet gezegd, ik wil niet oudbollig. Want oh, daar heb ik zo'n hekel aan. En dat is bij mij gewoon best wel snel. En ik heb toch het idee, ik weet niet, ik heb toch het idee dat hij oudbollig staat. En daar heb ik echt een hekel aan. Een beetje dat, ik weet niet. Ik Het lijkt bijna zo'n kittig leesbrilletje, zeg maar. En oh, dat vind ik zo lelijk bij mezelf. Soms kijk ik in de spiegel en dan zit het wel oké. En op een ander moment kijk ik en dan denk ik, oh, ik heb echt vet spijt van deze bril. En ja, brillen zijn duur.
Dus ik heb ook gekeken op Charlie Temple, want die brillen zijn een stuk goedkoper. Maar die kan ik niet passen. Het is inmiddels al 11 uur. Ik ga een bakje koffie nemen. Ik heb toch even heel snel mijn haar even in 5 minuten nog gedaan. Maar het is wel oké geworden, geloof ik. Er zit gewoon wat meer lagen in. Ik denk dat het wel goed is geweest dat ik het geknipt heb. Ja, je moet er ook niet doorheen klimmen. Wacht maar even. Kom maar. Kom maar. Ben je moe aan het worden? Ben je een beetje moe aan het worden? Oh, ben je zo moe aan het worden, lieverd? Ja? Gaan we zo lekker een broodje maken en dan lekker slapen? Kijk eens naar mama. Gaan we zo lekker een broodje maken en dan lekker slapen? Ja, oké. Hij begint moe te worden. Het is inmiddels bijna 11:30, dus ik ga zo meteen eventjes de lunch maken. En dat wordt heel simpel. Een broodje dit keer. Ik ga niet te moeilijk doen. Ik wil hem een beetje op tijd hebben liggen. Dus ik ga zo meteen wel beginnen. Want we zijn nu vanochtend dus niet buiten geweest. Dus dan wil ik echt proberen om 's middags even naar buiten te gaan. Maar als hij om 12 uur ligt, dan heb ik geluk als hij om 2:30 wakker is. En ik hem dan kan aankleden, verschonen, al die dingen. En dan, nou ja, met een beetje geluk kunnen we dan 3:15 weg. Om even naar buiten te gaan. Als hij langer slaapt of later ligt. Nou, dan kun je je voorstellen, als het 3:30, 4 uur is, dan doe je niet zoveel meer. Dan lopen we hooguit een klein rondje en dat was het dan. Dus ik ga zo meteen de broodjes maken en dan gaan we eten. Dan gooi ik hem op bed. En dan ga ik zelf nog even aankleden, een beetje opruimen hier. En als hij dan wakker wordt, dan hoop ik dat we even naar buiten kunnen. We moeten trouwens ook nog naar de winkel. Ja, zit me aan te kijken. Want wat ik zei, de bananen zijn bruin. En ik moet avondeten halen. Dus we moeten sowieso naar buiten vandaag. En dat is niet erg, want als dit weer een beetje blijft, wat ik hoop. Want soms gaat het ineens regenen. Maar ik hoop dat het dit weer blijft. En dan kunnen we mooi even lopen naar de winkels. Klein stukje, maar dan zijn we toch even lekker eruit geweest. Goed zo. Goed
zo, high five. Hoppakee. High five. Hoppakee. En niet zo uitgebreid kijken naar mij. En na het eten doe ik dus meestal water. Proost. Proost. Na het eten verschoon ik hem altijd. En omdat nu de zon op zijn kamer staat, is het hier al ietsje opgewarmd. Dus dan doe ik zijn pyjama truitje doe ik zeg maar uit. Ja, 's nachts heeft hij die wel gewoon aan. Mm-hmm. Waar is Beertje? En dan is het voor mij tijd om op te ruimen. Er ligt altijd wel her en der van alles op de grond. En dan trek ik alles weer recht. Ik ruim het allemaal even op. Ik zorg dat de kleren voor hem klaar liggen. Want dat scheelt me gewoon straks als hij wakker wordt. De keuken ga ik zo meteen even opruimen, want dat heb ik ook nog niet gedaan nu. En dan ga ik zelf aankleden. En dan tegen de tijd dat ik... met alles klaar ben, ga ik vast denk ik even wat filmpjes op de computer zetten, want ik moet de vlog nog doen en deze filmpjes moeten op de computer, want zoveel ruimte heb ik niet op mijn telefoon. En dan, dan is hij ook alweer wakker, want dan ben ik zo een paar uur verder. Dus dat is wat ik nu even ga doen en dan kunnen we straks naar buiten en hopelijk is het dan nog mooi weer.